Dit is de reden waarom Don de Jong nooit meer mag sporten. Don is met meer dan 1 miljoen abonnees een van de grootste YouTubers van Nederland. Ruim 1,5 jaar geleden begon hij met fitnessen, met als doel een gezonder en fitter leven te leiden. Hij besloot zelfs een sportschool zijn eigen huis te bouwen, geheel compleet zodat hij hier samen met zijn vrienden kon sporten. Maar door problemen met zijn gezondheid lijkt het sporten met zijn vrienden definitief over te zijn. Waarom mag Don niet meer sporten? En wat vindt hij hier zelf van? De problemen begonnen al toen hij 9 jaar was. Ja, ik werd dus wakker. Don, de operatie is goed, maar er is één probleem. Kleine Don viel van zijn fiets en brak zijn arm. Hij moest naar het ziekenhuis. De breuk was zo heftig dat hij geopereerd moest worden. Ondanks dat de operatie goed was gegaan, vonden de artsen een ander probleem. Zijn hart klopte niet goed. Om zijn hart weer goed te laten kloppen, kreeg Don een pacemaker. Wat ervoor zorgde dat zijn hart weer naar behoren werkte. En Don had, zover bekend is, nog nooit eerder problemen ondervonden met zijn pacemaker tot dit jaar.